Van harte welkom bij de presentatie over de leerlijn van het technasium. Mijn naam is Steven Middelkoop, ik ben docent O&O en coördinator technasium voor het hele Dongemond College. Wat gaan we bekijken? Allereerst de leerlijn van het technasium in de onderbouw. Vervolgens gaan we kijken naar de technasiumprojecten, de projecten die de leerlingen aangeboden krijgen in de onderbouw klas 1, 2 en 3. We gaan kijken naar de 7 beta-werelden, de werelden van beta waar de leerlingen zich in oriënteren. Competentiegericht leren, een van de belangrijke kenmerken van het technasium. Zegt u nou, ik ben ook geïnteresseerd in wat er na klas 3 verder komt, dan kunt u nog verder kijken naar de keuzeprojecten en de meesterproef. Daarna het portfolio wat opgebouwd wordt in gedurende de jaren. En uiteindelijk het technasiumcertificaat en de meerwaarde daarvan. Allereerst, als je aankomt in de brugklas, dan begin je met een oriëntatiejaar. Je krijgt dan het eerste half jaar O&O of het TCNM. En na januari wisselt dat om. Heb je eerst TCNM gehad, krijg je daarna O&O en andersom. O&O staat voor onderzoek en ontwerpen. TCNM staat voor taal, cultuur en maatschappij. Je krijgt in dat half jaar 2 technasiumprojecten en die krijg je in 2 blokken van 2 uur en heb je in totaal dus 4 uur in de week. En dan volgt aan het eind van het schooljaar het eerste keuzemoment voor O&O. In klas 2 en 3 krijg je 3 technasiumprojecten per jaar. Dan krijg je 3 uur per week, 1 blok van 2 uur en een los blok uur van 60 minuten. En daarna volgt een tweede keuzemoment voor O&O, voor onderzoek en ontwerpen. En dat is namelijk gelijktijdig met je profielkeuze. En dat betekent dat je dus gaat kiezen of je in de bovenbouw, klas 4, 5 en 6, of je daar ook O&O gaat doen. Wat zijn de kenmerken van het technasiumproject in klas 1, 2 en 3? Het zijn altijd actuele uitdagende opdrachten. Je zou daarbij kunnen denken aan opdrachten voor de Brabantse Delta om te kijken hoe je bevers kunt vinden. Hoe je ze kunt vinden in dijken waar ze in graven. Je zou kunnen denken aan een oplossing voor logistieke problemen voor de firma CSI. Maar je kunt ook tuinontwerpen maken, architectuurontwerpen. En al die onderwerpen doe je dan in opdracht van een echte opdrachtgever, dus of CSI of elkaar, architecten, DBO, architecten. Dat kan Rijkswaterstaat zijn, dat kan dan de Brabantse Delta zijn, kan zelfs Defensie zijn. Je werkt in een team van 3 of 4 leerlingen. En je doet altijd samen plannen met Scrum. Dat is een nieuwe methode die ook in het bedrijfsleven wordt gebruikt. En je bent samen verantwoordelijk voor het eindresultaat. Dus als het niet gaat, spreek je elkaar erop aan. Lukt dat niet, dan kom je naar de docent. En dan gaan we als docenten samen met jou kijken hoe we het kunnen gaan oplossen. Dan zijn we nu toegekomen aan de 7 beta-werelden. De 7 beta-werelden waar naar de technasium kijkt, zijn degene die u nu voor je ziet. Ik zal er een beetje doorheen lopen. De water, energie en natuur. Dat is de wereld waar de waterhuishouding plaatsvindt, waar de energievoorziening vraagstukken aan bod komen. En waar bijvoorbeeld natuurbeheer en milieu dingen in tevoorschijn komen. Nou, dan kun je denken aan een opdracht voor de Amercentrale van hoe eventueel biomassa uit de omgeving gebruikt zou kunnen worden om de Amercentrale schoner te krijgen. Je kunt denken aan het beheren van invasieve exoten, zoals de Amerikaanse kreeft die overal in Nederland wild om zich heen groeit en waar we iets mee moeten en het liefst opruimen. Ja, en je kan dus ook water hebben, bijvoorbeeld in de biesbos is veel zwerfafval. Nou, daar kun je ook bij wijze van spreken een oplossing voor zoeken of voor de Plastic Foundation, voor de Ocean Cleanup,
Zou je ook kunnen kijken of je de rivieren schoner kan krijgen. Nou, dat is water, energie, natuur. Science exploration, daar moet je meer denken aan de onderzoeksprojecten. En een van de dingen die zou kunnen zijn, is een project voor de ESA in Noordwijk. Van hoe zouden wij op op Mars een kolonie kunnen stichten? Of hoe zouden we vanuit de kometen die langsgaan, materialen die wij op aarde tekortkomen, kunnen vergaren, zodat we die kunnen aanvullen? Nou, dat is een beetje science exploration. Market and Money richt zich met name op de marketingkant van hoe verkoop ik mijn technische dingen. Maar daar zit ook technische bedrijfskunde in en daar zit bijvoorbeeld ook logistiek in. Dus alles wat met geld te maken heeft. Dan mensen medisch. Nou, als je naar een ziekenhuis kijkt en je hebt daar wel eens gelegen of je bent er wel eens bij iemand op bezoek geweest. Of je bent er misschien wel eens op de polykliniek geweest. Dan zie je dat er heel veel apparatuur is. Nou, en ook daar moeten mensen over nadenken van hoe die apparatuur er dan uit moet zien. Nou, dat zijn ook projecten waar we mee werken. En hierin werken we bijvoorbeeld heel veel samen met ziekenhuizen, het Amphia ziekenhuis, het Elisabeth II Steden ziekenhuis uit Tilburg. En dat Elisabeth II Steden ziekenhuis hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan, leerlingen van ons, voor hun examen, hoe ze de angst voor neurologische patiënten kunnen verminderen. Nou, mobiliteit de ruimte. Dat spreekt natuurlijk op zich eigenlijk wel voor zich. Hier zit alles wat met verkeer te maken heeft in. Maar ook alles wat met bouwen en inrichten van landschap te maken heeft. Dus daar zit eigenlijk de ruimtelijke inrichting in. En dat kan natuurlijk ook betekenen dat je kijkt naar een huis bouwen. Voeding en vitaliteit, natuurlijk een actueel onderwerp. Daar ga je kijken van, nou, wat betekent voeding? Kan ik nieuwe voedingsmiddelen bedenken? Kan ik gezonde voedingsmiddelen bedenken? En hoe kan ik een bijdrage leveren aan een gezondere leefstijl? Nou, dat kan daar. En leefstijl en design, dat gaat echt over het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen zoals glazen, vazen, auto's, noem maar op. En dat vind je veel meer in lifestyle en design. De competentie die de leerlingen aangeleerd krijgen bij het gymnasium sluit naadloos aan bij de 21ste eeuwse vaardigheden. En dit zijn in de algemene zin informatievaardigheden, communiceren, waarderen en oordelen, samenwerken, onderzoeken, ontwerpen, modelvorming en natuurwetenschappelijk instrumentarium gebruiken. De overige competenties waar een gymnasiumleerling aan werkt, zijn de algemene werkwijze onderzoek en ontwerpen, zoals inventiviteit, projectmatig werken, ondernemer klantgericht werken en kennisgericht werken. Verder wordt er nog aan een aantal kernkwaliteiten gewerkt, zoals professioneel en persoonlijk ontwikkelen, leren leren, kwaliteitsbewustzijn, projecten uitvoeren, kennisverwerven, selecteren en toepassen, dus jezelf slimmer maken en zelflerend vermogen vergroten, en uiteindelijk werken in de 7 beta-werelden. In de vorige dia's hebben we gekeken naar alles wat in de onderbouw naar voren komt. Als u meer wil weten over technasium, bijvoorbeeld over de bovenbouw, dan kunt u nog even doorkijken. Daarin krijgt u informatie over de leerlijn bovenbouw, de keuzeprojecten en de meesterproef. En dat is het examen, het portfolio en de meerwaarde van het technasiumcertificaat. En wilt u meer weten over hoe de werkplaats eruit ziet? Kijk dan het filmpje Faciliteiten Technasium. De leerlingen die naar de bovenbouw hebben gekozen voor O&O, omdat ze daar uiteindelijk examen in willen gaan doen, die beginnen in klas 4 en zowel HAVO als VWO met keuzeprojecten. En VWO 5, daar krijgen ze ook nog keuzeprojecten. Dat bestaat uit 2 keuzeprojecten per jaar. Ieder project bestaat uit 80 uur, waarvan 32 uur zijn ingeroosterd. Dus u snapt al dat naast de lessen er ook nog meer gedaan moet worden. Ook thuis wat gewerkt zal moeten worden. En dat vraagt om een grote zelfstandigheid en discipline.
Hoe ziet een keuzeproject eruit? Een keuzeproject bestaat uit twee fases. Fase 1 is de voorbereiding, dus het schrijven van het project en het plannen. En fase 2 is de uitvoering en dat lijkt weer heel sterk op het technatieproject zoals je dat in de onderbouw kent. In fase 1 ga je een team samenstellen op basis van studieinteresse. Wil je bijvoorbeeld verdieningsbouw gaan studeren, dan zoek je een aantal mensen die dat ook willen. Wil je iets medisch, ga je zoeken naar mensen die in de biologie sfeer wat willen of ook in de medische sfeer. In ieder geval ga je kijken dat je met gelijkgestemden een team samenstelt. Dan vervolgens ga je een opdrachtgever zoeken en een opdracht. En het moet natuurlijk wel een hele leuke opdracht zijn. En uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor de opdracht. Dus ik kan me niet voorstellen dat je een vervelende opdracht gaat zoeken. Vervolgens schrijf je het project. Dus je maakt het project zelf. Je maakt de scrum planning. En uiteindelijk moet je 40 uur maken. En dat hou je netjes een tijdsregistratie op bij van hoeveel uur je gemaakt hebt. Als dat dan rond is, eindigt dat met een presentatie en op het moment dat iedereen akkoord is, de opdrachtgever, jij en je docent, met de opdracht, dan ga je in naar de uitvoering en dan ga je het project uitvoeren. Periodiek ga je overleggen met opdrachtgever en docent. Meestal is dat één keer per week, één keer per twee weken, maximaal. En dan vervolgens is je docent, die gaat jou niet vertellen wat je moet doen. Hij helpt je met slimme vragen stellen. En dan moet je zelf bedenken wat de oplossing is. En als je echt helemaal vastloopt, zal hij best wel een zetje geven. Nou, en ook hier geldt weer 40 uur met tijdsregistratie verantwoorden van dat je netjes je uren hebt gemaakt. Nou, dan komen we aan bij de examenjaren HAVO 5 en VWO 6. Daar doe je een meesterproef. Net zoals bij de oude gilde, als ze het laatste eindexamen moesten doen, noemden ze dat de meesterproef. En zo heet het bij het technasium ook. Dat is in totaal 160 uur. 40 uur het formuleren van thema en team samenstellen. Eigenlijk de voorbereiding van het project. En dat doe je ongeveer 20 uur in het voorexamenjaar. En 20 uur voor de herfstvakantie. En dan met de herfstvakantie volgt er een eerste schoolexamen. En daar presenteer je dan in het voorbereidingsdeel. Dan volgt 80 uur profielwerkstuk, het onderzoeksdeel van de meesterproef. En tenslotte nog 40 uur voor de uitvoering en afronding van de meesterproef. Dat is in een periode van eind augustus, soms begin september, tot de eerste week maart. En in totaal zijn er 2 uur per week ingeroosterd. Dus ook hiervoor geldt, je maakt niet alle uren in de lessen, maar je moet ook uren buiten de lessen maken. Zelfstandig werken en je wordt vakinhoudelijk begeleid door een expert van een hoger onderwijs of het wetenschappelijk onderwijs. En dat kan een docent zijn van de opleiding, maar het kan ook een student zijn van de opleiding die jullie begeleidt. Hoe zit de meesterproef ingedeeld? Nou, SE1, dat is schoolexamen 1, voorbereiding bestaat uit het team samenstellen op basis van studieinteresse, de opdrachtgever en opdracht zoeken, project schrijven, scrum planning maken en 40 uur met de tijdsregistratie verantwoorden. Dat is eigenlijk hetzelfde als bij het keuzeproject. En dan komen we bij het specifieke meesterproefgedeelte aan. En dat is namelijk het onderzoek en dat is tevens het profielwerkstuk wat iedere scholier die examen doet op HAVO of VWO moet maken. Dat bestaat uit onderzoek doen, periodiek overleg met de opdrachtgever, expert en docent. Dat is meestal één keer in de week, één keer in de twee weken. En je docent is ook hier coach, ofwel de docent gaat je niet voor vertellen wat je moet doen, maar die gaat slimme vragen stellen zodat je zelf kunt bedenken wat je moet doen. En uiteindelijk moet je dan met de tijdsregistratie 80 uur doen. Dat is ongeveer in de periode van de herfstvakantie tot en met de kerstvakantie. Dat is best een pittige periode, maar dan als je dat goed doet dan, en je hebt een leuk onderwerp, dan zul je merken dat kost dat eigenlijk weinig moeite. Dan de uitvoering. Nou, je gaat een onderzoek verder uitwerken als het een onderzoeksproject is of je gaat iets ontwerpen als het een ontwerpproject is. Ook weer een periodiek overleg en even
en dezelfde rol voor de docent. En 40 uur verantwoorden met de tijdsrekening hebben. Nou, dan vervolgens, als dat allemaal gedaan is, dan tussentijds bouw je portfolio op. Portfolio is eigenlijk een map. Dat kan ook een digitale map zijn, waarin je alle bewijzen verzamelt. Die aantonen wat je allemaal bij het gymnasium hebt gedaan. Nou, één daarvan is bijvoorbeeld LinkedIn. Daar kun je heel goed, want die kun je ook goed op de digitale snelweg zetten. Een andere mogelijkheid is om zelf een website te creëren waarin je jezelf aanbiedt. Nou, heb je dat allemaal gedaan? Dan eindig je uiteindelijk als alles goed gaat met een certificaat van het gymnasium. En leerlingen die een 8 of meer halen, die krijgen een trofee. Dat noemen wij een prix de excellence. Oftewel, dan heb je geëxcelleerd met je meesterproef. En dan ben je helemaal klaar. En deze twee zijn extra startbewijzen voor het hoger en onderwijs. Sterker nog, momenteel zijn er zelfs een aantal opleidingen die het gymnasium als een pre zien. Dus als ze veel aanmeldingen hebben voor een specifieke opleiding en ze zien dan bij dat je technasium hebt gedaan, dan maak je veel eerder kans om toegelaten te worden als dat je geen technasium hebt. Dus het heeft ontzettend veel toegevoegde waarde. Zoals ik al zei,